Goedemorgen of goedemiddag of goedenavond. Ligt er natuurlijk aan wanneer je dit kijkt. Ik ga het vandaag hebben over de boeken die ik de laatste tijd heb gelezen en nog op mijn boekenlijst heb staan. En het zijn voornamelijk mindset boeken. Boeken over ja, wat serieuze onderwerpen. Over moedig zijn, over schuldgevoelens, over imperfectie. Hoe kan je jezelf accepteren, over emoties, al dat soort dingen. Ik dacht, waarom niet ook in mijn bed? Want dit is een soort van mijn leescorner. Dus pak lekker een kopje koffie erbij, kopje thee, whatever. En dan gaan we maar gewoon meteen beginnen ermee. Oké, ik zit een beetje raar, want ik heb al die boeken hier bij mijn voeten liggen. Of nee, twee boeken heb ik nu niet. Eentje heeft mijn moeder op dit moment. En eentje had ik voordat corona er was, laat maar zeggen, uitgeleend. En dat was het eerste boekje dat ik eigenlijk soort van in dit genre heb gelezen, laat het zo zeggen. Dat was gewoon het eerste boekje waarmee ik ben begonnen. En dat is eigenlijk nog niet echt in de tijd dat ik me er heb in gestort. Toen had ik dit boekje al een half jaar en die heb ik dan 2 tot 3 keer gelezen. Dat was eigenlijk een soort van mijn mini bijbel ding. Als in, op het moment dat ik me heel naar voelde en me een soort van wilde resetten, heb ik hem er nog een keer bij gepakt en gewoon in 1 dag weer uitgelezen om eventjes weer die stoffen in me op te nemen. Dat boek was Het Spel Dat Leven Heet. Het was een heel klein dun boekje eigenlijk wel. Het was gewoon normaal formaat en helemaal niet zo dik. Iets van 90 bladzijden. Grappig is wel dat ik eigenlijk soort van, ik ben een beetje van simpel naar elke keer een stapje verder gegaan qua boekstof, laat maar zeggen. Dus die eerste is, het kaarten eigenlijk hele belangrijke onderwerpen aan in de vorm van een bordspel, van ganzenbord. Dus in het boekje kwamen verschillende onderwerpen voor en het werd uitgelegd aan de hand van ganzenbord. Dus dat vond ik heel interessant en het was gewoon een leuke manier om je zeg maar een beetje in die stof, gewenning te krijgen in die stof. Want ik moet zeggen, als je zo'n boek leest, is echt best wel veel, is wel heftig of zo, omdat het natuurlijk allemaal terugspeelt op jezelf. Dus dat is zeker een aanrader. Ik weet even niet meer welke auteur dit was, omdat ik het boekje dus nu ook niet bij de hand heb. Ik zal het even in beeld zetten als ik hem kan vinden online, waarschijnlijk wel. Het boekje had ik volgens mij ook ergens bij zo'n Tara, volgens mij. Bij een beetje zo'n zweverig boekhandelwinkeltje heb ik die gekocht. Daarna, en dat was al een tijdje verder, dit was rond februari. Ergens in februari heb ik deze gehaald. En deze had ik, zag ik voorbij komen in de ACO toen ik op station was. En ik wilde iets kopen om nog iets in die trant qua informatieve dingen te lezen. Deze zag ik liggen. Ik had ook gekeken naar de Subtle Art of Giving, Not Giving a Fuck. Subtle Art of Not Giving a Fuck of something. Maar die titel sprak me niet zo aan. Ook al spreekt die juist heel veel mensen wel aan. Maar ik dacht, ik wil juist positief gaan leven. En om nou dan zo'n negatief belaagde titel, ik weet niet. En toen kwam ik naar deze en deze zag ik liggen en het is dus De Moed van Imperfectie. Als jullie mijn vlogs volgen, hebben jullie dit boek ook voorbij zien komen terwijl ik het aan het lezen was. Het is het eerste boek dat ik van Brené Brown heb gelezen. Het is ook weer niet al te dik, maar wel net even weer ietsjes dikker dan die vorige. Deze heeft 168 bladzijden. En deze was heel leuk omdat zij best wel luchtig dingen bespreekt. Zij vertelt gewoon op een best luchtige manier ja, hoe je bezield kan leven. Want daar gaat dit boek over. Hoe omarm je je imperfectie en ga je een bezield leven tegemoet. Maar dit boek gaat dus over hoe je jezelf in je imperfecte vorm kan omarmen. En hoe je moed kan tonen door dus dat te doen. Want imperfectie, kwetsbaarheid is eigenlijk altijd, ja, draait om moed hebben. Moed durven tonen. Moedig durven te zijn om dus niet een perfecte versie van jezelf te zijn. Hoe je dankbaarheid kan beoefenen. Geluk. Hoe je eigenlijk gewoon een liefdevoller leven vanuit jezelf kan leven. Dus dat was wel heel interessant. Omdat ik daar ook wel echt wel behoefte aan had. En dat staat dan allemaal uitleggen. Hier is bijvoorbeeld eentje. Waaruit bestaat veerkracht? Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de volgende 5 factoren het meest kenmerkend zijn voor veerkrachtige mensen. 1. Ze zijn vindingrijk en sterk in het oplossen van problemen. 2. Ze zijn bereid hulp te zoeken. 3. Ze zijn ervan overtuigd dat ze iets kunnen doen wat helpt om met hun gevoelens om te gaan en tegenslagen te overwinnen. 4. Ze worden gesteund door hun omgeving. 5. Ze hebben een goede band met anderen zoals familieleden of vrienden. Dus er staan ook altijd soort van uitleggen bij en soms ook een beetje soort van to-do's. Bijvoorbeeld uitleg over wat is schaamte. Schaamte is het intens pijnlijk gevoel dat voortkomt uit overtuiging dat we niet genoeg zijn en daarom geen liefde en verbondenheid waard zijn. Nou,
Die herkende ik wel van vroeger. Die had ik ook, dat schaamtegevoel. Zeker een aanrader, omdat het wel gewoon een fijne start is, zeg maar. Het is niet meteen superveel. Het is niet meteen super zwaar. Want het kan gewoon wel heftig zijn. Derde boek dat ik heb gelezen. En toen dacht ik, nou, ik ga een stapje verder. Ik was toen weer naar die Tara. Volgens mij was het Tara, heette die winkel. Ben ik naar die winkel gegaan om een nieuw boek te halen toen ik deze uit had gelezen. Ik had, zeg maar, er was een mandje met allemaal boekjes van 5 euro. En dat waren allemaal van dit soort boekjes weer. En toen dacht ik, oké, ik kan zeg maar 4 van dat soort boekjes halen. Of ik kan gewoon nu 1 goed groot boek halen en me daar echt lekker in storten. Want dat is gewoon chill of zo. En toen kwam ik deze tegen. En deze heb ik ook echt, deze vond ik echt heel, heel, heel interessant. Emotionele vrijheid. Je kunt zien dat deze al een stuk dikker was, is dan die andere. Dit was ook bijna 400 bladzijden. Dit was ook wel even een stapje verder. Dus hoe het allemaal werd omschreven, moest ik ook echt even inkomen. Omdat het wel in een zeker serieuzere taal allemaal werd omschreven. En heeft het ook, het is in 3 delen was het volgens mij verdeeld. Het eerste deel, de kracht van emotionele vrijheid. De weg naar emotionele vrijheid, beginnen met leren lief te hebben. Dit boek heeft dus ook actiedelen. En dat zijn soort van kleine werkdingetjes. Toepasbare werkdingetjes, hoe noem je dat? Leer de stadia van uw slaapcyclus. En ze zijn ook zeg maar in een ander soort tapje, stukje verdeeld. Waardoor je die dus kunt herkennen. Er stond hier ook eentje bijvoorbeeld in van hoe je in 3 minuten kan mediteren. Je dromen kunt herinneren. Hoe je de meningen achter je dromen bijvoorbeeld kan erkennen. Deze was heel interessant. Oh ja, dit is ook wel heel interessant. Want ze bespreken dus zeg maar in dit boek heel veel vormen van gevoelens. Dus hier bijvoorbeeld hoe de energie van geduld voelt. Respectvol, waarderend. Grootmoedig met de boodschap, er is tijd genoeg voor iemand. Dus dan kan je een soort van, als je dit dan leest, kan je dan erkennen van oké, dit is dus wat ik voel. Dus het gaat ook over intuïtie, bezorgdheid, hoe bezorgd ben je, emotionele vampieren, innerlijke rust. Iemand vroeg mij in mijn laatste vlog ook, want in mijn laatste vlog, of in een vlog, zei ik dat ik schreef in boeken de laatste tijd. En die persoon vroeg van, ja, maar wat houdt het in? Wat doe je dan? En wanneer weet je dat je, weet je wel, moet gaan schrijven? Dat is wel een interessante vraag. Eigenlijk moet je een soort van een beetje dat perfecte plaatje loslaten. Als in, er is geen perfect moment dat je in je boek gaat schrijven. Het boek van emotionele vrijheid heeft dus ook plekjes waar je daadwerkelijk ook ruimte hebt om dingen te schrijven. Dus het daagt je een beetje uit om tussendoor al dingen toe te passen. Dus dat is ook wel interessant. Hetgene wat ik eigenlijk voornamelijk doe, en het is dus niet echt schrijven, maar zo benoemde ik het dan in de video, is dat ik de zinnen die ik interessant vind omlijn. Dus hier heb ik er eentje omlijnd met een pijltje. Is de inhoud van iemands woorden positief en doet de energie erachter u toch ineenkrimpen? Respecteer de fysieke reactie dan toch. Energie liegt niet. Blijf haar waarnemen, haar vertrouwen. Laat haar u bevrijden. Dat was het. Dit boek praat heel erg in de vorm van u. En daar moest ik heel erg aan wennen. Omdat het gewoon een wat serieuzere aanspreek iets heeft of zo. Maar dat vond ik dus iets wat dan dus mij aansprak. En wat ik belangrijker vond. Om nog eventjes te accentueren. Hier heb ik dat ook weer gedaan. Met een paar zinnen. Maar minder voelen is het antwoord niet. Wel het opbouwen van een solide kern. En het leren beschermen van je emotionele toegankelijkheid. Kwetsbaar te zijn, maar sterk. Kunnen opschieten met uzelf zal leiden tot het kunnen opschieten met anderen en uiteindelijk gelukkig tot meer kameraadschap en tevredenheid voor ons allen. Dus dat waren 3 zinnen van deze bladzijde die ik dan bijvoorbeeld heb geaccentueerd. Nog een stukje van Audrey Hepburn. Die bij haar begrafenis werden voorgelezen. Voor aantrekkelijke lippen moet je vriendelijke woorden spreken. Voor mooie ogen moet je op het goede in mensen bedacht zijn. Voor evenwicht moet je weggaan in de wetenschap dat je nooit alleen zult lopen. En daarna had ik er nog eentje. Ontkenning is niet bevrijdend. Je raakt slechts opgesloten in een illusie. En daarna was de laatste. Hoop is geen blind optimisme. Ze is gebaseerd op intuïtie, liefde en op lef. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Dus dit is eigenlijk een stappenboek naar hoe je met je emoties om kan gaan. En ze zeg maar zo zacht mogelijk kunt schakelen. Het gaat erom ook, als je bijvoorbeeld negatieve emoties, niet dat je ze niet meer mag erkennen en dat ze er niet meer mogen zijn, maar hoe je ermee om kan gaan en hoe je ze kan schakelen en omdraaien. Dus dit zijn op dit moment wel 2 van mijn favorieten. Deze had ik al een keertje gekregen, maar die had ik elke keer niet gelezen en die moest ik toen nog lezen. En dit zijn hele dunne boekjes, maar dit zijn astrologieboekjes over mijn element, dus stier. En het grappige aan dat is dat dingen van je sterrenbeeld, kenmerken van je sterrenbeeld, vertellen gewoon al heel veel over een mens. Dus dat is ook interessant om een beetje meer over jezelf te ontdekken. Deze is ook best wel bekend.
dit boek heb ik alleen nog niet echt uitgelezen. Dat is geleend van een collega. Alleen deze was dus zeg maar met wat meer soort van kleine... Nee, het is niet gedichtjes, maar het doet me meer denken aan gedichtjes. Kleine soort van stukjes tekst. Toen meer behoefte aan iets wat meer gewoon een boek is, wat je echt in hoofdstukken kan lezen dan kleine stukjes. Dus als je niet zo houdt van bijvoorbeeld zo'n dik boek wat ik net liet zien, dan is dit bijvoorbeeld juist weer een handige. Omdat het wel de informatie aankaart en de onderwerpen aankaart, maar op in kleine stukjes en op een wat luchtigere manier. Nadat ik Emotionele Vrijheid had gelezen, was ik langs mijn zus geweest, want die is verhuisd. Superleuk. En mijn moeder en ik gingen een wandelingetje maken in dat dorpje. En toen kwamen we langs een huisje dat verkocht werd en ze hadden een doos met allemaal boeken liggen. Die gratis meegenomen mochten worden. Dus ik ging natuurlijk meteen speuren naar offerboeken in lagen rondom de onderwerpen die ik op dit moment interessant vond. En daar heb ik eigenlijk best wel veel nog van gevonden. Dit zijn de 4 boeken, maar ik heb er 5 had ik er. En toen dacht ik, oh, is dat niet een beetje? Ja, misschien wel. Maar toen dacht ik, oké, anders ligt het er maar toch. En ik vind dit interessant. En ik ga het gebruiken voor weer de video's. Dus ik ga de informatie die ik eruit haal ook weer delen met mensen. Maar in ieder geval, ik heb 5 boeken uiteindelijk daarvan gepakt. Eentje heeft mijn moeder dus nu. En dat was angst en schuld. Schuld en angst. Ik weet even niet meer de hele zin van de titel. Maar het was in ieder geval met schuld en angst. Die heb ik laatst gelezen. Dat was een wat ouder boekje ook. Uit 19 nog wat. Maar het was wel aan de... Het werd wel uitgelegd door middel van God. Het ging niet per se om God, zeg maar. Maar het werd gewoon met voorbeelden en in de toon dat het werd geschreven. Vergeleken met God. Wat ik wel interessant vond. Maar ik moest daar soort van wel een beetje soort van doorheen lezen. Want ik geloof niet in God per se. Ik geloof wel, maar meer in spiritualiteit, in het universum, in what's meant to be will be, in energie, in gevoel, in dat. Anyways, was interessant. Was een beetje hetzelfde als hoe dik deze was. Deze 3 boeken moet ik nog lezen. Dat is De Innerlijke Criticus Ontmaskerd, Op Weg Naar Jezelf en Waarin schuilt Mijn Kracht. Deze was ik laatst begonnen. Ik Ben Oké, Jij Bent Oké. En daar ben ik nog niet heel ver in. Deze was uit 1960 of zo. Deze begon met zeg maar gewoon van een soort van geboorte. En wat je dan aangeleerd krijgt van je familie, was je van... zonder te praten al in je opneemt en wat voor gevoelens je hebt zonder dat je die kan uiten en hoe je dan zeg maar tot de jongeren zelf daarin verder ontwikkelt. Dus het was wel erg interessant, maar ook weer wat ouderwets geschreven, waardoor ik daar even niet in kon storten of zo. Maar kaart er wel interessante dingen aan, zeker omdat het van een ander beginpunt kwam of zo. Interessant, dus ik wil die wel nog uitlezen, maar ik kon me daar even nog niet echt toezetten. Toen heb ik heel slecht, want ik heb dus gewoon nog 4 boeken die ik moet lezen. Maar deze 2 besteld. Want deze zijn van dus Brené Brown. En Brené Brown is dus die van De Moed van de Imperfectie. Ik heb nu 3 boeken van haar. Want ik vind haar gewoon heel erg interessant. Zij doet dus ook TED Talks. En ze brengt het ook op een leuke manier. Zij is dus iemand die schaamte en kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. En onderzoekt ook vooral. Zij is een onderzoeker. En zij onderzoekt dus daadwerkelijk die gevoelens. Ik ben begonnen in Rising Strong. Had de laatste tijd eventjes... kon ik me minder soort van... De ene moment ben ik echt helemaal in die boeken gestort en kan ik niet stoppen met lezen. En het andere moment vind ik het wat moeilijker om me ertoe te zetten. 300 bladzijden ongeveer. Ook quotes in de dingen. Ik heb deze 2 in het Engels gekocht. En dat is omdat ik eigenlijk eerst had gekeken naar Nederlands. Een van de 2. En het Nederlandse boek was €20. En deze waren per stuk €12. Dus zijn allebei Engels. En dacht ik, nou ja, kan ik beter voor €25... de 2 boeken halen in het Engels. Dan eentje in het Nederlands. Hetzelfde boek, maar dan voor €20. Als je Engels kan lezen, tip. Want het scheelt je gewoon geld. Het is wel veel informatie. Dus als je dit soort dingen leest, je bent letterlijk je horizon aan het verbreiden. Ik moet zeggen, ik had bijvoorbeeld bij dit boek, volgens mij was het. Toen ik deze uit had, moest ik ook even huilen gewoon of zo. Dat ik dacht van nou... Pff. Weet je wel. Toevallig laatst met iemand erover van... Het is niet gek dat je dit niet constant aan één stuk door kan innemen. Als in kan doorlezen. Want je moet het natuurlijk soort van ook gaan toepassen. En weer in je opnemen. En even laten rusten. En even laten bezinken. Maar het is wel interessant. En het heeft mij oprecht best wel veel
geleerd. En het stomme is dat als ik die boeken dan apart lees, dan denk ik van oké, wat was het ook weer precies? Want het is natuurlijk veel informatie, dus daarom zou ik ze eigenlijk liefst ook dan nog een keertje willen lezen. Je absorbeert toch wel informatie. Dat zijn de boeken die ik op dit moment heb en aan het lezen ben. Ik denk final note om dit af te sluiten. En ik denk voor mijzelf, want ik studeer dus nu niet meer, dat dit soort van mijn eigen zelfstudie is geworden. En ik ook wel waarde haal uit deze boeken lezen. Dus als ik deze boeken lees, dan voel ik me ook, nou, je doet het ergens voor, weet je. Ik lees dit en ik kan er wat uithalen uiteindelijk. Ik upgrade mezelf in een zin misschien. Dat daar haalde ik wel gewoon waarde uit of zo. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Laat me weten in de comments of jullie aanraders hebben natuurlijk van dit soort type boeken. En of je misschien eentje van deze lijst gaat halen, bestellen. Laat het gesprek lekker doorlopen hier beneden natuurlijk. Heb je vragen? Je kan me mailen. Je kan het in de comments hier achterlaten. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Want ik probeer overal een beetje positiviteit en awareness te verdelen, te verspreiden. Iedereen welkom to join the club en hopelijk kunnen we meer leren van elkaar. Nou, dat was hem. Doei!